Ik wil het hebben over twee onderzoeksprojecten op het gebied van prostitutiebeleid die we de afgelopen 5 jaar hebben uitgevoerd. Het ene onderzoek is een hele diepgaande studie van het prostitutiebeleid in Oostenrijk en Nederland. Het tweede onderzoek is een vergelijking van 21 landen. Dat zijn Europese landen, letterlijk van Albanië tot Zwitserland. Wat hebben we nou gevonden? Ik ga 3 belangrijke uitkomsten vertellen. De eerste is dat prostitutiebeleid geen enkel effect heeft op de prevalentie van prostitutie. Dat wil zeggen op het aantal sekswerkers in een land. Misschien is dat niet verbazingwekkend, maar wij vinden het in ieder geval belangrijk om het op te schrijven. Want er worden nogal eens claims naar voren gebracht door bijvoorbeeld voorstanders van het afschaffen van prostitutie. Dat als je dat beleid dan maar invoert, het neo-abolitionistische beleid, dat is met name het criminaliseren van klanten, dan zal dat leiden tot het verdwijnen van prostitutie uit de samenleving, omdat de vraag opdroogt. Nou, we hebben dus van 21 landen over 1,5 eeuw met alle mogelijke beleidsbenaderingen van totale acceptatie en legitimisering tot compleet verbod met het vrij hardhandig achtervolgen van sekswerkers. Het heeft in al die landen is altijd prostitutie geweest en eigenlijk heeft het nauwelijks enig effect op het aantal sekswerkers gehad. Tweede uitkomst is dat er wel degelijk effecten zijn van prostitutiebeleid, maar dat zijn effecten op de positie van de sekswerkers. En dan met name op zaken als de burgerrechten van sekswerkers, de mensenrechten van sekswerkers in sommige gevallen, op de mate van afhankelijkheid waarin ze gedreven worden, sekswerkers, de bescherming tegen willekeur van de staat, van de overheid, arbeidsexploitatie en zelfs de lichamelijke integriteit. En helaas hebben we gevonden dat in de meeste gevallen prostitutiebeleid een negatief effect heeft op 1 of meerdere van deze indicatoren. En heel vaak zijn dat onbedoelde gevolgen van ingezet beleid. Negatieve onbedoelde gevolgen. De derde uitkomst is dat we in geen enkel geval een verandering van prostitutiebeleid hebben waargenomen die is gebaseerd op gegevens, op data, op bewijsvoering. Als er een verandering plaatsvindt, is dat altijd een ideologisch gestuurde verandering. Dat wil niet zeggen dat er geen onderzoek gedaan wordt. Dat wordt tegenwoordig hier en daar wel gedaan, onder andere in Nederland. Maar het is niet onderzoek wat heel vaak het beleid beïnvloedt. Eigenlijk zegt u dus dat prostitutie gewoon niet uit te roeien is. Dat is onze conclusie, ja. Ja, en ik denk dat we dat ook gewoon onder ogen moeten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat al lang weten. En wij wisten het in Nederland vroeger ook. Ik heb allerlei uitspraken van politiefunctionarissen en beleidsambtenaren uit de jaren 90, die dat, en ministers zelf, gewoon zeggen, ja, het is onderdeel van onze samenleving. Maar het is niet een aspect van de samenleving wat voor veel mensen makkelijk te verteren is. Dus dat moeten we ook onder ogen zien.